Vandaag is het de Internationale Dag van de Wind. Ik vraag me dan af welke wind. Laten we daar eens een tekening bij gaan maken. Doe je weer mee? Ja, wind. Hoe gaan we wind tekenen? Nou ja, je kan natuurlijk wind zo tekenen. Kijk, en als ik dan dit doe, dan weet je precies wat voor wind ik bedoel. Een windje, zeg maar. Hè? Zo, dat is wind. Natuurlijk kunnen we ook nog op een andere manier wind tekenen. Als we het zo doen. Dan is het een wolk die blaast. In dit geval misschien een donderwolk. Je kijkt een beetje boos zo. En dan hebben we een blazende donderwolk. Ja, ik weet niet of die mond nu zo duidelijk is dat hij aan het blazen is. Ja, wind krijg je natuurlijk ook van die dwarrelende blaadjes. Die kun je er dan ook nog bij tekenen. We hebben natuurlijk al eerder blaadjes getekend. Als we die dan ook nog een beetje zo laten dwarrelen. En weg laten vliegen. Dan hebben we echt wel een wolk die voor wind zorgt. Nou, probeer zelf eens wind uit te beelden. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!